Bij ROC Aventis hangt de vlag nog steeds in top. Maar daar is allerminst aanleiding toe naar de steekpartij aan het begin van de middag. Nou, we kregen via de meldkamer door dat er iemand was gestoken met een mes. Een scholier van de betreffende school, het ROC. En we zijn er naartoe gegaan. We troffen daar inderdaad een scholier bloedend aan. Inmiddels was de ambulance, die was daar inmiddels al. En die jongen die is naar het ziekenhuis gebracht. Wat is daar gebeurd? Er zijn twee scholieren. Het slachtoffer is een 17-jarige jongen uit Deventer. En die kreeg ruzie met een 21-jarige medescholier. En waar het over gaat, heb ik op dit moment nog niet van. Wel dat er een woordenwisseling is ontstaan waarop die oudste een mes heeft gepakt en die andere heeft gestoken. Het incident heeft er flink ingehakt op de school. De impact is heel erg groot. De studenten zijn heel erg geraakt. We hebben ze ook, de lessen begonnen net weer. We hebben ze naar binnen gelaten, want net de pauze was voorbij. En waar dat nodig was, opgevangen. En sommige lessen zijn gewoon weer doorgegaan, omdat die verder van het incident afstonden. En er is nu ook met alle studenten gesprek van, ja, hoe nu verder eigenlijk. In één keer worden allemaal sirenes en stond allemaal politie en een ambulance dan. En gewoon alle mensen, de half school stond al buiten. Het incident speelde zich razendsnel af. Toch had het volgens sommige leerlingen voorkomen kunnen worden. Ja, ik geef gewoon eigenlijk beveiligde schuld, zeg ik eerlijk. Beveiligers. Als mensen zich gewoon verzamelen, moeten beveiligers gewoon komen. Zo niet, dan moet je ook de consequenties van toezien. Je zegt eigenlijk dat de beveiligers te laat hier waren? Zeker. Ja, ik ken de situatie, weet ik niet op dit moment. Ik weet wel dat de beveiliging het meteen gezien heeft. En hij heeft ook alarm geslagen. Is ook de eerste die het op plek was, dus hij heeft wel meteen ingegrepen. De schoolleiding beraadt zich hoe verder te gaan op ROC Aventis. Bij de leerlingen blijft vooral de schrik hangen. Naar de onverwachte daad. Nee, ja, je verwacht er natuurlijk nooit, maar... Ja, ik bedoel... Rustige school op zich, gebeurt nooit wat. Maar ja, het kan overal gebeuren.